Kijk, hou die jongen goed in de gaten hier. Ja, perfect. Ja, maar je weet niet welke kant dat hij op wil gaan. De jongen zit helemaal in zijn telefoon, hè? Het is een van de grootste irritaties in het verkeer. Onoplettende, bellende fietsers en appende voetgangers die niet voor zich kijken. Daarom is er vandaag een campagne in het leven geroepen, want de gevolgen van appen in het verkeer zijn groot. Wat ik wel merk is dat heel veel mensen afgeleid worden door een smartphone. Ik heb daar zelf ook last van, moet ik eerlijk zeggen. Zeker mensen die als voetganger door de stad lopen, denken dat het gevaarloos kan. Ik denk dat een heleboel mensen in het verkeer dagelijks zien dat het wel degelijk gevaren met zich meebrengt. Als het aan Litjens ligt, gaat het na deze campagne dan ook nog een stapje verder. Er wordt gewerkt aan een landelijk verbod voor appen op de fiets. Dat is nog niet zo ver. En ook als je een verbod hebt, dan houdt niet iedereen zich er meteen aan. Dus die bewustwording die is misschien wel het allerbelangrijkste. En daar starten we nu mee. Volgens het SWOV, Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, worden 3-4% van de fietsongevallen veroorzaakt door telefoongebruik. Daarbij komt nog eens 4% door het luisteren naar muziek op de fiets. Volgens het GVB vinden er in totaal zo'n 650 incidenten per jaar plaats. We zien dat het aantal incidenten, kleinere ongelukken en soms ook wel heel grote aan het toenemen is. En we merken ook dat onze bestuurders vaker enorm hard moeten remmen of moeten proberen uit te wijken met de bus. Om zulke situaties te voorkomen wordt er veel extra aandacht besteed aan alertheid tijdens het opleiden van bestuurders. Dit is volgens instructeur Stefan heel hard nodig. We wegen 30 ton en 30 meter lang, dus we staan ook niet direct stil natuurlijk als het zou moeten. Het gebeurt echt wel dagelijks, dat kan wel 20 tot 30 keer gebeuren. Je bent continu daarop gefocust. Het geeft natuurlijk wel een bepaald stressgevoel natuurlijk. Je staat te telefoneren, hou je snelheid eruit en probeert ook contact te zoeken. De campagne loopt nog de komende 3 weken.